Als u over technologie en wetenschap en eventueel ook religie nadenkt, denkt u dat die dingen nog belangrijke veranderingen gaan teweegbrengen in uw persoonlijk leven, uw lichaam, uw capaciteiten of uw wereldbeeld? Op technologisch vlak sowieso denk ik dat dat bijna onherroepelijk is. In die zin dat mijn bril, dat was mijn eerste prothese. En als je dan 17 jaar bent, dan is er zo enige weerstand. Maar je ziet er beter door. Dus je begint dat dus ook te gebruiken. En ik denk dat dat positief is. En ook onstuitbaar dat menselijk lichaam bepaalde gedeeltes zullen vervangen worden. En dat in het begin daar weerstand tegenover zal zijn. Maar dat dat vrij geleidelijk ook zal evolueren naar iets zeer gewoons. Bijna zo UNESCO rhinoceros. Op een bepaald ogenblik heb je een rhinoceros en dan is dat zeer vreemd en op den duur wil iedereen een rhinoceros zijn. Dus wordt dat normaal als je het niet meer hebt. Dus ik denk dat die evolutie zich wel degelijk zal gaan aftekenen op vlak van technologie, protheses, extensies en zo.